Hoi allemaal, hartelijk welkom bij weer een video, dit keer over de CNC router. Een van de dingen waar ik recent mee bezig ben om te leren is V-carving en daar heb ik al een video over gemaakt. V-carving wil zeggen dat je een bit gebruikt die een V-vorm heeft aan de onderzijde. Wat er bijzonder bij is, is dat je niet de diepte van de cut aangeeft, van de snede aangeeft, maar dat die diepte wordt bepaald door de diameter van de lijn en dus ook de diameter van je bit. Zou de lijn breder zijn dan de diameter van je bit, dan wordt het absoluut geen mooie V-carve. Dat betekent dus dat de lijn dunner moet zijn dan de bit is. En dan bepaalt eigenlijk de bit, omdat die een V-vorm heeft, hoe diep die moet gaan om die diameter van die lijn te verkrijgen. Dat is eigenlijk wat V-carve is. Nu heb ik twee kinderen, allebei in een relatie. Eén van de twee gaat volgend jaar trouwen. De andere twee, die vieren volgende week hun gezamenlijke verjaardag. En zijn inmiddels ruim een jaar bij elkaar. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. En we hebben natuurlijk cadeautjes gekocht voor die verjaardag, dat mogen allemaal duidelijk zijn. Desalniettemin wilde ik ze wat extra's geven. En dat is eigenlijk een in eikenhout gecarfde V-carve van hun naam. Maar hoe maak je dat nou eigenlijk? Nou, wat ik daarvoor gebruik is het programma Carbide Create. Het is gratis downloadbaar. Ik zal onderin, onder de video, de link plaatsen. En er zijn een paar dingen die je bij Carbide Create in de gaten moet houden. Dus allereerst je settingspagina, die zit hier links aan de linkerkant. Als je daarop drukt, dan kan ik daar gaan aangeven de breedte en de hoogte van mijn materiaal. Onderin kan ik aangeven of ik in millimeters wens te werken of in inches. Dat hangt er vanaf wat je fijn vindt. Dan hoe dik je materiaal is. Ik zeg tegelijk bij, eigenlijk vind ik dat niet zo belangrijk, want uiteindelijk ga je straks op de CNC-frees je bit precies op de goede hoogte op het hout plaatsen. Dus deze dikte hier is in dit geval niet zo belangrijk. Dat zou wel belangrijk zijn geweest wanneer je een normale milling-operatie of router-operatie had gebruikt, waarbij je dus onder andere de diepte aan moet gaan geven. Maar in dit geval, omdat het V-carving is, hoeft dat niet. Je kan hem gaan aangeven van tot zijn top, zeg maar, op die 12 mm ligt. Je kan het ook zeg maar zeggen van ik wil de bottom aangeven. Nou, dat is misschien voor toekomstige zaken interessant. En je kunt aangeven waar zijn nulpunt ligt. Bij mij ligt het nulpunt eigenlijk altijd linksonder. Maar het is ook denkbaar dat het in het centrum ligt. In dit geval doe ik dat niet. Dan welk materiaal je wenst te gebruiken. Dat is wel belangrijk. In die zin dat zeg maar zachte houtsoorten andere snelheden nodig hebben dan harde houtsoorten. En in dit geval ga ik op eiken frezen. En dat is een harde houtsoort, dus hardwood. Dan de machine. We zien echter alleen maar Shapioko's en Nomads staan. Er staan dus geen andere machines in. Eigenlijk is het niet zo verschrikkelijk belangrijk. Belangrijk is dat je hierboven die breedte en die hoogte van je houtstuk goed invoert. Overigens is dat hier dat grid wat je hier in het midden ziet. Het 23 mm in de breedte is van links naar rechts, waarbij elk hokje een halve centimeter is, dus 5 mm. En 16 hoog, dat is van boven naar beneden en hetzelfde verhaal, halve centimeter per hokje. Ik gebruik hier dus voor de setting van de machine van de Shapioko XL. Misschien zou een andere beter zijn, ik weet het niet. Het werkt in elk geval wat ik wil. En, heel belangrijk, want dat wil nog wel eens veranderen in dit programma, de retract height, oftewel, als die van het ene gefrezen stukje naar het andere gefrezen stukje gaat, dan moet die natuurlijk eerst omhoog, dan naar dat andere stuk toe bewegen en dan weer omlaag. Want anders zou die over datgene wat je aan het graveren bent, wat je aan het frezen bent, zomaar een gefreesde streep trekken. En dat heb ik al meegemaakt met dit programma. Dus hou dat in de gaten, die retractiehoogte.
Nou, dan mag je de achtergrond nog gebruiken als je dat wilt. Dat is leuk. Je kunt ook datgene wat je inmiddels getekend hebt hier weghalen. Clear drawing. Of gewoon oké geven om dit op te slaan. En dan wordt het tijd voor het design. En voor dat design ga ik iets bijzonders doen. Ik ga een frame downloaden. Ik heb dus in Google, we gaan eens even Google erbij halen, heb ik ingevoerd de term, even kijken of ik hem terug kan halen, SVG frames. We hebben namelijk SVG bestanden nodig. Maar weet dan dat we ook online een converter hebben om een JPEG bestand of een PNG bestand naar SVG te converteren. Dus als ik SVG frames invoer en ik ga naar afbeeldingen, dan krijg ik heel veel afbeeldingen van frames en dergelijke te zien. Waarbij het me eigenlijk niet echt uitmaakt of het nu een PNG is, een JPG of een SVG. Ik heb ervoor gekozen om hier dat hard te downloaden, deze hier. En dat is simpelweg als ik dat download, als ik dat aanklik, een PNG bestand. Je ziet het hierboven staan, vector PNG. Ik kan hem downloaden met free download. En dan heb ik een PNG bestand op mijn PC staan. En dan heb ik dus een programma nodig om dat PNG bestand naar SVG om te zetten. En ook daarvan zal ik de link in de descriptie onderin zetten. Een van de vele websites, en ik vind hem verreweg de makkelijkste, dat is de website image.online-convert.com. Ik kan hier het bestand kiezen wat ik wens te converteren. Vervolgens druk ik op start conversie en ik krijg een pagina waar ik datgene wat ik geconverteerd heb kan downloaden. Nou, en dat heb ik natuurlijk allemaal al gedaan, dat snap je. Dus ik klik dit even weg en dan ga ik even naar mijn bureaublad en dan zien we daar staan dit bestand hier, de Frames SVG Hard Love Frame. Ik ga terug naar Carbide Create. En in Carbide Create kan ik hier onderin importeren. En de linker, dat is een soort boek. Dat zijn dingen die in een soort van bibliotheek staan die in Carbide Create inzitten. Maar dat wil ik niet hebben. Ik wil simpelweg een external file importeren. En dat klik ik aan. Ik ga vervolgens naar mijn bureaublad en ik pak die Frames SVG Hard Love Frame. En als ik hem dubbelklik, dan zie je eigenlijk hier ook dat frame al verschijnen. Alleen de maat klopt geen bal van. Hij is te groot. Dat is makkelijk. Dus wat doe ik? Ik zeg in eerste instantie dan. Dan ga ik hier naar die vier pijlen. En ik zeg resize. En nu, ik weet dat mijn settings hier 16 hoog waren bijvoorbeeld. Niet precies 16 hoog gaan gebruiken. Ik laat altijd een centimetertje ruimte aan allebei de kanten. Dus ik pak 140 mm. En dan is de breedte eigenlijk nog te breed. Dat kunnen we zien als ik hem nu naar verschuiven. Dan zie je dat hij er nog steeds niet op past. Zie je dat? Dus wat ga ik doen? Ik ga hem nog een keer aanpassen. Ik ga hem nu hier op 210 zetten. Zo. En nu kan ik hem keurig plaatsen zoals ik hem wens te hebben. Beetje naar de vakjes kijken. Links, rechts. Rechts twee vakjes vrij. Links twee vakjes vrij. Onderzijde 2,5. Boven veel te veel. Dus als ik hem nou op 3,5, zo zit hij ongeveer in het midden. En dan heb ik zeg maar het eerste gedeelte. Ik heb de frame. En dan moet hierin natuurlijk tekst gaan komen. En om tekst te plaatsen gebruiken we de T van tekst. Ik doe alleen even een voorbeeldje. Je ziet hier die tekst al staan. Hier kan ik het veranderen. En ik noem hem maar eventjes Tante Truus. Zo. Ik kan hier ook het font veranderen. En daar moet je een beetje mee gaan spelen. Dus houd het hierbij in de gaten. Dat dus de diameter van de letter minder is dan de diameter van de kop van je bit. Nou, ik pak hier de Linotype Regular Palatino. En ik heb Tante Truus. Tante Truus kan ik weer naar het midden brengen. Ja, ik vind dat Tante Truus wel mooi is, maar Tante Truus kan groter. Dus ik ga Tante Truus zijn hoogte hier veranderen. Dus als ik Tante Truus aanklik en ik even terug is. Dus ik klik Tante Truus aan. Dat die oranje is. En ik pak hier die scale button. Nou, dan kan ik hier gaan zeggen ik wil hem 15 laten zijn, die Tante Truus.
Wat hij gaat doen, hij gaat automatisch die breedte meenemen. Dus, nu hebben we Tante Truus in een behoorlijk brede versie. Zo. Oké, als we even kijken naar de diameter van de lijn, dan zien we zeg maar bijvoorbeeld die T hier, die is een half vakje breed. En dat wil zeggen 2,5 mm. En mijn V-bit, mijn 90 graden V-bit, is een stuk groter. Die is ongeveer een halve centimeter tot 16e centimeter. Dus dat is voldoende. Oké, dan heb ik het compleet. En dan kan ik een toolpad gaan maken. Dus ik ga hierboven naar toolpad. Ik selecteer alles, want er is hier nog niks verschenen. Dat komt omdat hier niks oranje is. Dus ik selecteer gewoon alles in dit geval. Zo. En ik klik dan op V-Carve. Zo. Dan heb ik hierboven een button staan, daar staat Edit. En die klik ik even aan, want in Edit kan ik gaan kiezen welke tool ik wens te gebruiken. En bij mij staat tool nummer 7, dat is mijn 90 graden V-bit, dat weet ik toevallig. Maar je kunt dus je eigen tools toevoegen en dat doe je via de Edit the Library. Ja, er staan een hele lading toolbits in, dat zijn die bij die Shapioko horen. Maar vanaf nummertje 1 hier zijn dit bits die ik zelf toegevoegd heb. En ik kan dat doen door hieronder Add Tool te klikken. Wat je dan in moet voeren is A, wat voor een soort bit het is. Je hebt platte bits, je hebt balbits en je hebt V-bits. In dit geval is het een V-bit. Ik kan een description meegeven, zodat ik weet wat het nu eigenlijk was. Bij nummer 7 die ik ga gebruiken staat bijvoorbeeld de extra 90 graden V-carve. Ik kan hem een nummer geven. Nou, 7 zal er bezitten. Als ik een nieuwe zou hebben, dan moet dat nummer 20 gaan worden. De diameter, let op, hij staat hier weer in inches, dus ik moet hem weer naar millimeters veranderen. Dat is meestal in het geval van mijn CNC 3018 3,175 mm. Dat is namelijk een achtste inch. En de fluitlengte, dat is dat gedeelte wat gaat snijden. Hoe lang is dat nu? Nou, en dat is in dit geval 19 millimeter, maar dat is niet mijn 7, want dit is even, ja, dit is nummer 101, dus ik moet even naar 7 toe. Zo, hier heb ik de 7. En dan zien we dat 10,2 millimeter is. Het is dus iets meer als een centimeter, is mijn fluitlengte. Dat is zeg maar de kop waarmee je freest. Daarboven is het alleen nog maar de schaft die in de CNC-router gaat. Ik wil even oppassen dat je de angle, dus de degrees per hoek, per zijde nemen moet. Dus een 90 graden V-bit. Als je die doormidden zou snijden, heeft hij twee zijdes. En die zijn dus allebei 45 graden. Dus in dit geval 45 graden. En het aantal fluits, dat is bij een V-bit wat lastig te zeggen. Maar in dit geval zijn het er twee. En dat ik hem in millimeters heb staan. En dan kan ik dat met OK bevestigen. Nu ga ik dit verder niet gebruiken, want er zit er al in. Maar je moet dus eigenlijk al jouw bits hier gaan invoeren. En dat moet je zorgvuldig doen. Want diepte en dat soort dingen wordt mede bepaald door deze gegevens die hier zijn ingevuld. Goed, hij staat dus op die 7, die 3,175 mm V-bit bij mij. Dan staat erbij, set speeds automatically. Heel soms, zeker hangt af van je router, er staan hier waardes die mijn CNC-router absoluut niet aankunnen. Soms staat er 12.000. En ik kan je zeggen, nou, mijn CNC-router gaat geen 12.000 trekken. Die kan, als ik het goed heb, en dan moet ik me niet vergissen, ik dacht tot 9000 RPM aan en niet zwaarder als dat. In dit geval zit hij daaronder, 6250 RPM. En dus laat ik hem staan. De feed rate en de plunge rate. Bij sommige materialen kan die aangepast worden. Nu zou ik het niet doen. En dan nog een ander dingetje. Hier staat wel die diepte per pas. 0,634 mm. Net hadden we gezegd dat de diameter van de letter, of de diameter van de lijn, bepaalde hoe diep de V-bit moest gaan om die diameter te verkrijgen. Het zou kunnen zijn dat hij daarvoor dus meerdere keren over het object moet. Dat heeft zelfs een beetje de voorkeur, vind ik. Want een tweede en een derde ronde over het object maakt vaak ook de eerste ronde schoon. In dit geval gaat hij er straks 3 keer overheen en gaat ongeveer 2 mm diep. Dat komt omdat ik hem al gefreesd heb. Dus ik weet dat dat zo is. Die 0,634 is dus puur van het hoeveel lagen, hoe vaak gaat hij over het hele object om dat voor elkaar te krijgen. Als ik nou oké druk, dan
kan ik hier de naam van die toolpad veranderen. En dat is handig, zeker als je meerdere toolpads in één print gebruikt, want dat kan. Je kan verschillende toolpads hebben. Sterker nog, je kan verschillende bits in een actie gebruiken. Ik noem dit even de VCarve. En ik zeg okidoki. Hierboven wordt nog eens bevestigd wat ik ingevoerd heb. Feed rate is de snelheid overigens waarmee die van links naar rechts naar boven naar onder gaat. En plunge rate is de snelheid waarmee die van boven naar beneden komt. Dus als die een centimeter boven het object zit, hoe snel gaat die dan naar beneden? Nou, met 95,250 mm. Als ik op OK druk, dan krijg ik dus hier die VCarve te zien. Je ziet dat die ook rood is als je er met je muis overheen gaat. Maar ik zie nog niet hoe die eruit ziet. En dat is wel heel belangrijk. Het is heel belangrijk om nu te kijken hoe het eruit ziet. En dat doe ik hieronder. Hieronder kan ik het materiaal kiezen. Laat ik nu maar even pine kiezen. Een soort van grenen. En dan kan ik hier show simulation doen. En je ziet dat hier in het midden iets aan het berekenen is. En nu krijg ik hout te zien. Je ziet geen bal. Dat klopt. Maar als ik nu de muisknop ingedrukt hou en ik kantel het object. En ik ga nou die rode en die groene lijnen weghalen. En dat kan. Dan zien we in één keer wat hij hier in werkelijkheid aan het frezen is. Zie je dat? In dit geval ziet het er prima uit. Heel fraai. En dit zou dus voldoende moeten zijn. Als ik nu hieronder ga drukken op Save G-code, dan maakt hij dus een G-code file aan voor dit wat ik hier gemaakt heb. Ik zal dat even doen. Hij gaat me vragen waar wil je het opslaan. Welke naam wil ik het geven? En dat gaat straks uiteindelijk naar mijn CNC-router toe. En als dat in mijn CNC-router zit, dan kan ik mijn CNC-router opdracht geven om het te laten frezen. We gaan zo meteen wat video's zien van dat frezen. En als dat klaar is, dan gaan we met de volgende stappen verder. En dat kan ik ook al wel eens vertellen. Dat zal zijn het bijzagen van de plaat, want die is wat te groot. De hoeken rondzagen. Schuren natuurlijk. Schoonmaken. Niet onbelangrijk. En last but not least, en dat is een hele belangrijke stap vind ik dat. We gaan het een aantal keren bewerken met antiek was. Om te kijken hoe het eruit komt. Nou, dat is wat we gaan doen. Dit is in elk geval hoe we zo'n object maken. Zo'n VCarve object in Carbide Create. Wat gratis is. Het heeft wat oefening nodig, maar geloof mij, gratis programma, prima mee te werken. Nou, ik kom later natuurlijk terug bij het vervolg van deze video. Zo, het eerste wat we gaan doen is ongeveer een halve centimeter afzagen van onze gemaakte plaat. En dat is het eerste
wat we met deze bewerking gaan doen. Daarna moeten we de hoeken gaan bewerken en moet er geschuurd gaan worden. Maar eerst maar eens die halve centimeter in orde gaan maken. Even zorgen dat het ook kan. Zo. Oké. Dit gaan we eraf zagen. Het is een tamelijk makkelijk proces. Dat was het eerste, simpelweg een centimeter eraf, rechte snedes, zodat het straks bewerkt kan worden. Zo, de volgende stap is dat we gaan zorgen dat zeg maar de hoeken afgerond zijn. Ik pak daarvoor, ik heb zo'n van die kleine ronde houten schijfjes en die ga ik in de hoek positioneren. En daar dan vervolgens een ronde lijn omheen trekken, zodat ik dat zometeen met de zaagmachine keurig kan afsnijden. Een goede houtbewerker zal dit op gevoel doen. Dat is voor mij niet zo'n goed idee, zeg ik eerlijk. Maar zo gaat het ook. Even deze kant even opnieuw doen. Zo, dat is beter. Ja, dan kan dat nu ook weer bijgezaagd gaan worden. Dan zijn we weer bij onze zaagmachine en dan gaan we die halve rondjes daaruit zagen.
Nou, dat is inmiddels gebeurd, zoals je ziet. Alleen moet dat straks netjes bijgeschuurd worden. Dat is de volgende stap. Dus daar komen we zo meteen mee terug. De volgende stap is het schuren met schuurmachine van de kanten en met name ook die mooie hoeken. En dat ga ik nu doen. Zijde en zo gaan we alle zijdes doen. En tot slot de bovenzijde, want die is belangrijk. Zoals je zag, tot slot deden we met lucht de zaak even schoonspuiten. En dan komt nu zometeen het in de was zetten van het geheel. Wat nu dus resteert, is het in de was zetten van het object. En dat doen we met een vloeibare antiek was van de Gamma. Beter gezegd van die mensen met die rare reclame van HG doet wat het belooft. Blijf het een rare reclame vinden. Maar daarmee gaan we dit in een antiek was zetten. Zo. Even een tandenborsteltje erbij om de groeven netjes te doen, want anders dan gaat dat heel erg geaccentueerd worden, terwijl dat misschien niet de bedoeling is. Het is een eerste poging. Stel dat dit nou niet het gewenste resultaat zou geven. Het moet natuurlijk vaker in de was gezet worden, hè, maar daarvoor moet het eerst drogen. Dus ik kan sowieso nog niet gelijk zijn tweede ronde doen. Maar dan zou het nog een optie kunnen zijn om zeg maar de groeven hier bovenin een kleur te spuiten. Weliswaar wordt dan de rest van het vlak ook een kleur gespoten, maar met de schuurmachine kan je dan door dit vlak te schuren zeg maar een infill hebben aan kleur in de groeven zeg maar. Dus dat is een optie die overblijft als dit resultaat niet mooi genoeg eruit zou komen. Maar voorlopig proberen we dat hier even mee. Wat we ook even gaan doen is de randen van het object, zodat hij ook werkelijk helemaal
in zijn glorie bekeken kan worden. Zo, en nu is het tijd om het te laten drogen en te kijken wat het resultaat gaat zijn over een, zeg, half uurtje. Want dan weten we duidelijk meer over het resultaat. Zo, en dan is dit hier het eindresultaat. Na 3 keer bewerken met antiek was, ziet het er uiteindelijk zo uit. Heel fraai geworden. Op de achtergrond hoor je de CNC-router het tweede bord maken, dat voor mijn dochter en haar vriend. En dat gaat zo ongeveer dezelfde bewerking krijgen als deze. Maar al met al ben ik zeer tevreden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.